en daarna al de finales met daarin twee keer kans op goud voor België. Scapin die onmiddellijk agressief begint. Scapin in het wit. En het lawaai, het gejuich is voor de Britten. Omdat hij op de andere tatami Kate Ho hier brons pakt tegen de Japanse Ueno. Maar wij blijven dus kijken naar Wansart tegen Scapin. Scapin die er mooi onder zat, maar toch niet genoeg trok. Yvonne Wansart, vice Europees kampioen in 1997 in Oostende was dat. Derde op het Europees kampioenschap in Bratislava. Europees kampioen. Ja, ik was even palmares van Ursula Martin. Zij was vice Europees kampioen in 1997 natuurlijk. Er staan de nummers 2 en 3 van het Europees kampioenschap van Bratislava tegenover elkaar. Ja, zo is dat. Italiaans is heel agressief. Ze is precies wakker geschud door de Ushimata van Ulla Werbroek. En ze veegt hem. Een wasari, en dat had een ippon kunnen zijn, maar ja. Geen van de hoekrechters geeft dat. Italianen die zeer gerenommeerd zijn in het vegen. Ze doen niet zoveel, ze zijn krachtig, maar ze vegen wel. Kijk, we krijgen het te zien. Ja, je ziet. Het voordeel dat Wansart heeft is dat ze net even op haar zitvlak terecht kwam, denk ik. Want anders. Oh, anders was het zeker Ippon geweest. Was het Ippon geweest, inderdaad. Maar Scapin staat dus voor met een wasari. Dit het zou enigszins verbazend zijn mocht Scapin winnen, want ook Howie heeft brons gehaald. En het is ongewoon dat verliezers van de halve finale brons pakken. Ja, meestal zijn het degenen die uit de herkansingen komen. Heeft waarschijnlijk ook mentaal te maken dat wie in de halve finale zit echt wel gefocust is op dat goud en dan nog ontgoocheld is, terwijl wie uit die herkansingen komt, heeft zich er al bij neergelegd dat hij geen goud zal pakken en die zijn opnieuw in de winning mood. Scapin die telkens naar dat beentje tikt. Dus één keer gelukt op mijn smart. Nu gaat ze er mooi onderin, maar ze trekt net als in het begin van de wedstrijd iets te weinig. Het zou misschien een valse aanval kunnen zijn. Nee, want Wansart was eigenlijk uit evenwicht een man. Dus er kan niet moeilijk spreken van een valse aanval. Wansart die ook weer heel hoog pakt. Ze volgt goed op grond. Wansart die eigenlijk als weinig opening ziet op de grond, beter niet blijft werken op de grond. Nee. Want ze staat achter. Met een Wansart dus. Wel hoopt ze te scoren met Ippon op grond. Misschien is dat toch gemakkelijker dan rechtsaan. Zeker tegen een judoka like Scapin die alles nu zeker gesloten houdt. Maar Scapin heeft er alle belang bij om de tijd, als ze niet in gevaar is, op de grond te laten voorttikken. Ja. Wansart krijgt geen opening. Ze blijft proberen, maar Scapin mag nog tweemaal bestraft worden. Was een poging van Wansart, maar zonder veel overtuiging. Scapin hield het goed af, ja. 50 seconden nog. En ja, als Scapin, die toch ook een ervaren judoka is intussen, het een beetje goed speelt, pakt ze het brons. We moeten zeker tactisch gaan werken. 50 seconden, tweemaal bestraft.
Het is niet echt overdreven. Ze is nog niet bestraft geweest. Dus. Ze mag nog twee bestraffingen hebben. Van het ogenblik dat ze een derde bestraffing zou krijgen, dan komt de stand in evenwicht. Maar op 50 seconden is drie bestraffingen toch wel erg veel. Dan moet je het al echt slecht gaan spelen. Dan moet je echt op je knieën gaan vallen zonder dat er iets gebeurt en niets meer doen. En hier is weer een mooie aanval van Scapin. Proberen aan te vallen. En ik heb de indruk aan de blik van Wansart te zien dat ze er ook niet meer echt in gelooft. Dat ze de openingen niet ziet. En niet meer vindt. Dat ze niet de indruk heeft dat ze iets zal kunnen doen tegen Scapin. Scapin speelt helemaal en ze scoort ze nog. Ze scoort een wasari. De twee hoekrechters geven een wasari. En dat betekent een ippon. En Scapin is de winnares. Want twee wasaris geeft een ippon brons voor Scapin. Net als voor Kate Howie. De twee verliezers van de halve finale staan op het podium voor het brons. Verrassend. Verrassend, ja. Maar goed. Er zijn ook twee goede judoka's, dus ze horen daar wel thuis.